Ik ben Jordi van de Bovenkamp, 34 jaar. En ik ben creative director bij reclamebureau Boomerang Create uit Amsterdam. En tijdens het WK 2014, toen Van Persie deze goal maakte, ging het op Twitter ook nergens anders meer over. Dus het logo wat verbouwd tot dit ding. En dat werd dan, kreeg een berichtje vanuit Singapore 8 uur later. Die zei, dat heb ik net op tv hier gezien. Dit is een quote die ik heel vaak hoor en een intense hekel aan heb. Maar ik ben helemaal niet zo creatief. Wij geloven dat iedereen creatief is, of het nou maar 1% is of de volle 110%. Ik probeer in om en nabij de 140 slides, kan een beetje variëren, de zaal mee te nemen in de wereld van reclame en het maken daarvan. Kijk je in de keuken van een reclamebureau, kijk je in mijn hoofd en men een beetje te inspireren op alles wat creatief is eigenlijk. En te laten zien dat zelfs jij creatief kunt zijn. Nee, ik werd in één keer gezien tot expert op het gebied van sales maken. Ik zat op dit moment in Rusland bij de Olympische Spelen en werd gebeld door radiostation. Jordi, jij bent de expert op het gebied van selfies, waar moet het dan voor doen? Ik zei, volgens mij moet je er zelf op staan. Nou, dankjewel. Dat was een beetje de diepgang van het interview. Dat is echt helemaal gek. En ik denk, als het lukt met een ex-selfie, dan gaan we met een selfie ook al wat doen. En jou, hoor, zelfs een hond deed mee in het midden met een selfie. Nou, tijdens het Songfestival dan, zit ik me om 3 dingen op te vreten. Eigenlijk maar om 1 ding. Dat ik 3 uur lang moet luisteren naar intens slechte muziek. Probeer ik dit soort dingen te doen. Dus een houder voor 5 Songfestivals CD's. Ik geef wel heel wat lezingen door het land eigenlijk via werk. En op een gegeven moment belde Sprekershuis om mij te contacten en kijken of ik voor hen aan het werken kon gaan. En dat is nu denk ik een jaartje geleden. Een aardig wat lezingen om mogen geven, dus zodoende. Zet mij vooral niet aan het begin neer van de dag, maar lekker op het einde. Ik ben echt niet het meest moeilijke qua om naar te luisteren, maar juist wat luchtiger. En hopelijk met een dosis humor, dus de lachrimpels een beetje trainen hier en daar. Twitter net werd al verteld, doe ik er allemaal een beetje bij tijdens mijn werk. Omdat ik hou enorm van actualiteit, ik ben enorm een nieuwsjunk. Ik vind het machtig mooi om mensen te laten lachen en zelf ook veel te lachen. Dat gebeurt gelukkig nog heel veel op social. Het buigen van de iPhone 6, daar reageren we dan vrij snel op met een berichtje aan Apple. Dear Apple, no worries, it happens to us all the time. IKEA, ik gebruik nu al 2 jaar 4-seizoenendekbed. Dat moeten we op een gegeven moment wel een keer, ik hoop dat je dat nog snapt. Hey Jordi, goede vraag. Hoe lang je dekbed of hoofdkussen meegaat, is grotendeels afhankelijk van onderhoud. Ging ook weer mee. Hoop ik idee. En dit plaatje, screenshotje dan, en wordt dan volgende keer content. En dat vindt men veel leuker dan die ene tweet waarmee begon. In ieder geval vol energie opgewekt en niet ingekakt. En hopelijk met heel veel handvatten om daarna aan de gang te gaan op het gebied van creatie of andere dingen. Dus een beetje weer wat opgelift eigenlijk. Dat hoop ik dat lukt. Ja.